Goedemiddag allemaal, zoals jullie zien zijn we vandaag bij de brandweer. We hebben een uitnodiging gehad en komen we meer te weten over de brandweermannen en brandweerkou. Wat doen ze nou precies? Hoe zit hun werk in elkaar? En natuurlijk komen we ook voor fire, vuur. Dat gaan we ook zien, hoe we dat gaan blussen. Het wordt een hele leerzame en een leuke dag. Ik ben de leidinggevende over deze kazerne. De mensen die daar zien staan, dat zijn de mensen die vandaag aan het werk zijn. Wat zij zeggen, daar luister je naar. Veiligheid is heel belangrijk. En jullie veiligheid is ook belangrijk. Wat we vanmiddag gaan doen met jullie, is jullie de gelegenheid geven om wat over de brandweer te leren. Maar ook om dingen zelf te doen. Wat binnen de brandweer belangrijk is, we werken allemaal in teams. Dat betekent, je zorgt voor elkaar, je let op elkaar en je bent verantwoordelijk voor elkaar. Gezien, eerst eruit en dan kun je eens indrukken. Heel druk, goed. Oh, dit niet. Ja, zo. Wat vind je van het blussen? Het is heel leuk, maar de vuur, het lijkt dat het nep is. Maar dat is het niet? Nee, dat is wel leuk. Dat is spannend. Vond je het spannend, het blussen? Ja, dat is ook heel leuk. Ga je het één keer alleen proberen? Op het randje zetten? Ja. Ja. Lekker man. Oh, rustig. Die doen we nog een keer opnieuw. Dat ging veel te snel. Wat zouden we doen? Van je af, op het randje en zo dicht. Ja? Op het randje. Lekker man. Topper. Top. Was het goed of kon het beter? Beter. Ja, we gingen iets uitdoen, hè? En wat ging er ook weer uitdoen? Wat kwam er dan niet meer bij? Zuurstof. Heel goed, heel goed. Netjes, jongen. We gingen de zuurstof weghalen door de deksel op de pan te doen. Opnieuw, wat zei je? Wat wil je? Als het niet voetbal werkt, word ik brandweerman. Als het binnen huis een deur is, kan ik blussen. Blussen. Ja, dus... Snel, hè? Wordt gelijk een superheld. Ja, want brandweermannen zijn superhelden. Dan hoef ik niet naar de brandweermannen te bellen. Dan bellen ze naar jou. Ja. Het is voor de kinderen belangrijk om dit te ervaren zodat ze de maatschappij, laat maar zeggen, van een bredere kant kunnen zien. Vaak zien ze alleen wat ze vanuit huis meekrijgen of vaak zie je alleen een politieauto voorbij komen. Nu zijn we bij de brandweer en kunnen ze een kijkje nemen vanaf binnenin. Luister, weten jullie wat jullie te wachten staat hier binnen? Nee. Niet? Nee. Nou, wat wij gesimuleerd hebben, laten we zeggen, is eigenlijk op het moment als er brand zou ontstaan in huis, die vlammen, die hebben ook heel veel rook. Rook is geen moment zo dik dat je echt werkelijk dit niet meer voor je ogen ziet. Binnen is nagenoeg vergelijkbaar. We gaan zo meteen de deur door en probeer maar eens aan de hand van de tekening naar de deur te komen aan de andere kant van het pand. Let's go, let's go. Let's go! Een snelle challenge. Ja, ik moet zeggen, hoe lang hadden jullie? 1 minuut! 30 seconden! Ja, 1, 2, 3, 4!
Gaat je wel eens? Nee, moet je het moeilijker maken. Oh, nog moeilijker. Nee. Dan moet je ook filmen, maar het wordt moeilijker. En dan zo meteen de deur door. Oh, je ziet helemaal niks. Dus kom ik hier staan. Ja. Dat is een snelle challenge. Op het moment dat ik dit al doe, dan is het al donker. Hè? Zo! Oei, oei, ja. Maar zometeen hebben we dan maar zeggen, als we deze deur doen, dan gaan we ook nog rook. Dus vaak is het een combinatie van en het is donker. En je hebt rook, je hebt totaal geen oriëntatie meer. Klaar voor ons? Ready? Ik ben ready. Ben jij ready? Let's go. Succes. Af en toe ligt ik wel een keer bij hoor. Boys, niks. Heb je een infraroodcamera aan, Joep? Oh, oh, oh. Oh, je trapt me niet al. Oh, je gaat er een trap op? Boys, oh, bijna mag ik zitten. Oh, dit is een deur, die kan ik hier doorheen? Dat was wel. Zo reëel zijn. Ah! Ik was als eerste buiten, dat hebben jullie gezien. Sorry. Zo, ja, het is natuurlijk wel zo, je kunt beter vlammen hebben als rook. Rook is eigenlijk zo slecht voor jou. Voor jouw longen. En daarom is ook de intentie, probeer zo snel mogelijk je huis te verlaten. Want een aantal seconden al in echt die vieze, dikke rook. En wat nu tegenwoordig natuurlijk het probleem is, laat maar zeggen, dat heeft iedereen vaak al in huis, zijn die IKEA-meubelen. Mm. Nou ja, die gaan dat proces in pyrolyse. Die gaan op een gegeven moment uitdampen als dat, laat maar zeggen, aangestraald wordt, een bepaalde temperatuur bereikt. Nou, daar komt zulke vieze, giftige rook vanaf. Ja, daar wil je niet in zijn. Dus je moet altijd proberen zo snel mogelijk naar buiten te komen, laat maar zeggen. En nogmaals, rook is gevaarlijker als daadwerkelijk vuur, hoor. Ik moet wel eerlijk zeggen, en dan moeten we echt erop zetten, diepe respect, man. Ik zeg eerlijk. Ja, maar ja, wij gaan nog naar binnen met onze pluskleding. Wij zijn beschermd, we hebben zuurstofmasker of armbrug noemen ze dat eigenlijk. Dus wij kunnen relatief lang in een bepaalde ruimte verblijven en ook gewoon goed zoeken en kijken waar we moeten zijn. Yeah. Wij hebben nu met z'n drieën ongeveer vier minuten in dat gebouw gezeten. Stel, 30 seconden! 30 seconden. Stel in de realiteit, van er was vuur, er was heel veel rook, hadden wij het overleefd? Waren we op tijd naar buiten gekomen? Ik persoonlijk denk van niet. Die rook is zo giftig, daar zijn jouw longblaasjes gewoon niet op berekend, zeg maar. Dus normaal de boodschap is, het gebruik van rookmelders, maar probeer ook zo snel mogelijk weg te komen. Probeer dus nog voor jezelf even iets met een natte doek of wat dan ook, dat je een klein beetje beschermd bent nog. Maar uiteindelijk, rook is echt zo ongelooflijk dodelijk. Hoe lang hebben we overgedacht? Dat weet je niet, die rook. We hebben al een zonder zaklamp. Ja, zonder zaklamp. Dit is een laddertje inderdaad. Ja, ik heb ook ladders nodig. Ja, en dat zijn de slangen. Maar kan ik die water erin doen? Nee. Nee, dat zou ik niet doen. Dat is niet echt lekker. Dat heb ik zelf overgedacht. Dit is goed water. Kijk, en dan kan ik deze nog open doen. Let op. Komt op aan de kant. Geheime kast. Kijk, hier zijn er meer slangen. Hoeveel brandweer slangen? Kijk, en dan? Slangen? 250. Mag ik 250? Mag ik een pistool? 250. Kijk, hier kunnen we dan de slangen aan doen. Hè? En dan kunnen we zo, kan er water uit. En dan kun je zo heel mooi blussen. En als je deze open. Mag ik iets proberen? Oh, wat? Als zo'n tegels kan je anders. Er is toch niks aan de hand als je tegels komt. Mag ik heb brand. Die is zwaar. Zie, dat was zo zwaar, ja. Ja, maar wat doe jij? Vast, dan kan je hier kan je zien hoeveel water er nog in zit. Zie je dat? 1500. En als die hier beneden is, dan is die leeg. En hoeveel water zit er nu in? Nu zit die helemaal vol. 2000. Wacht. Hey, ik zou het niet fijn vinden als je mij zo zou kunnen. Oh. Wat is dit? Zoals ik al zei, we zijn bij de brandweer en we kunnen het echt niet laten om jullie niet te laten zien hoe het van binnen eruit ziet. Ik ga rijden, ik heb net de melding binnengekregen. Brandweer Kevin. Geen trainer Kevin, maar brandweerman Kevin. Volg me.
Nemen jullie onze taak over, hè? Ja. Kom even, mijn collega. Dat is mijn collega. Zou je misschien meer kunnen uitleggen over de voertuig zelf? Tuurlijk. Wat willen jullie van weten? Van waar zijn al deze schermen? Al deze schermen. We zien heel veel schermen. Nee, dat klopt. Er zijn twee schermen. Dat is voor een bevelvoerder bedoeld, diegene die er voorin zit. Deze? Uh-huh. Ja, dat is eigenlijk live-nav noemen ze dat, is gewoon een soort navigatie. Die andere scherm precies hetzelfde, maar die kan de bevelvoerder zien waar het incident zich plaatsgevonden heeft, wat aan de hand is en noem maar op, kan die alles daar lezen. Want dus alles... terwijl je rijdt, word je eigenlijk ook al voorbereid? Wordt die helemaal voorbereid. Is er ook een situatie geweest dat alle vier de auto's nodig waren? Ja, per wagen verschil. Hè. Bijvoorbeeld als er een grote brand is, dat is niet alleen de bosbrandvoertuig, die combi dan, meegaat. Nee, dat kan ook gewoon voor normale brand, voor woningbrand mee. Want er zitten 5 kub water in, hier zitten 2 kub water in. Dus daar heb je gewoon 3 kub meer water. Meer water, en waarom maakt het dat speciaal? Omdat die wagen vierdrijfwagen is, dan kan die gewoon overal doorheen. Ja. Door de modder, door de zand. Ja. En die wagen kan het dus niet. En daarom is het bosbrandvoertuig. Hey. Hey. Luister, Joep, kom erbij. Jongens, kom erbij. We gaan iets heel speciaals horen. Online. Oren dicht. Let op. Dit had ik ook... Eén ding wil ik wel, als ik zeg brandweer, zeggen jullie superhelden. Brandweer? Superhelden! Brandweer? Superhelden! Brandweer? Superhelden! En even applausje voor al deze superhelden.